Bianca. En ik ben Roseline. Wij gaan jullie vandaag vertellen over hoe wij verwachten dat Zwijndrecht er in 2040 uit komt te zien en hoe internet daarover denkt. Ik verwacht dat Zwijndrecht in 2040 uit komt te zien als een modernere dorp dan nu. Ik verwacht ook dat zoals het oude gemeentehuis hier, dat het er gewoon veel mooier uit komt te zien en veel wijken hier in Zwijndrecht ook gewoon veel mooier wordt dan nu, want heel veel huizen zien er gewoon heel oud uit, heel gewoon niet mooi. En ik verwacht dat het allemaal op wordt gerenoveerd, of het wordt gesloopt en dan komt er een nieuwbouw. Dus ik verwacht dat dat wordt gedaan. En ja, nu gaan wij even een stukje lopen en dan gaan we aan iemand anders vragen hoe zij verwacht dat Zwijndrecht eruit komt te zien. En hoe verwacht jij dat Zwijndrecht er in 2040 uitkomt te zien? Nou, ik denk dat in 2040 dat de huizen sowieso een heel stuk moderner worden. En dat alle oude huizen worden gerenoveerd. En dat het dan allemaal een stuk mooier uitzien. Dat de bevolking krimpt eigenlijk. Dat er iets minder mensen zijn in Zwijndrecht. En ja, dat alles gewoon meer automatisch wordt. En waarom verwacht je eigenlijk dat de bevolking gaat krimpen? Want we wonen nu eigenlijk met best wel veel inwoners in dit dorpje. Nou, zal ik je eens vertellen, Marianka? Ja, ik denk graag. Dat omdat uit onderzoek we hebben gezien dat er allemaal, dat meer oudere mensen, zeg maar, dat de oudere mensen stijgen. En de mensen tussen de 20 en 35, 25 of zo minder wordt. Dus lijkt mij dat er niet zoveel meer mensen overblijven. Maar bejaarden zijn ook gewoon nog mensen die leven. Dat snap ik. Maar ik verwacht ook wel dat. Jij hebt natuurlijk nu niet heel veel bejaardenhuizen voor zover ik weet hier in Zwijndrecht. En anders hele, niet hele mooie bejaardenhuizen. Dus ik verwacht ook wel dat dat veel en veel meer gaat toenemen. Als er uit onderzoek blijkt dat de bejaarden toenemen. Dat eigenlijk de oudere mensen toenemen. Want heel veel ouderen kunnen gewoon niet voor hunzelf zorgen. Mm-hmm. En als er meer bejaarden komen, ja, ze gaan ook een keertje dood. Dat klinkt zo dood. Ze gaan ook een keertje dood. Dus dan, ja, er zijn niet heel veel begraafplaatsen in Zwijndrecht. Nou, er zijn wel wat begraafplaatsen, maar heel veel kleine begraafplaatsen. Ja. Waardoor ik ook wel verwacht dat er ruimte wordt gemaakt voor nieuwe begraafplaatsen. En dat Zwijndrecht, ja, is nu heel erg aan het verbouwen. Zoals je daar ziet. En ik verwacht dat dat nog meer wordt gedaan, want de laatste tijd gewoon alles wat ze tegenkomen, veranderen ze. Ja. En betere wegen, want sommige wegen zitten gewoon met van die stenen. Die als je dan op een gegeven moment gaat rijden, dat het gaat bewegen. Dus dat er gewoon heel veel nieuw komt. Gewoon heel veel wordt veranderd, wordt vernieuwd. Wegen, huizen. Echt gewoon van alles. Ja, dat is hetgeen wat ik verwacht. Nou, nu gaan we vertellen over wat wij uit onderzoek hebben gevonden van, wat uit onderzoek is gebleken, dat hoe het eruit gaat zien in 2040. Wat ze verwachten. Nou, wat we verwachten, ja. De huishoudens gaan stijgen, dus er komen meer huizen voor de mensen, ja, aangezien er meer ouderen zijn, dus moeten er ook weer meer huizen zijn. De fietsvoorzieningen, dat groeit, dus er komen veel meer fietsen in 2040, dus Zwijndrecht gaat lekker veel fietsen. Dat blijkt ook hopen uit onderzoek. We. Ja, hopen we. En het wordt allemaal veel automatischer met de auto's en met vervoer en zo. Dus dat is wat er allemaal verwacht wordt. Nou, dit was onze vlog. En wij zijn nu weer onderweg naar huis. En we zien jullie de volgende keer. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Ja. Dus doei! Doeg! Oh, hij is nog niet klaar.